Ja, Sjoeke. Dan mag je stoppen. Merci, Sjoeke. In de keuken beginnen dweilen. Sjoeke, telefoon. Sjoeke, zie jij niet dat ik bezig ben? Ik zijn geen waterslagers. Ah, ma. Ja, natuurlijk dat ik hier nog woon. Carmen, momentje. Hey. Het is uw moeder. Zeg dat ik niet thuis ben. Ze zegt dat ze niet thuis is. Ik bedoel, ze heeft gezegd dat ze niet thuis is toen ze nog thuis was. Hè? Jij wilt langskomen. Oeh, vandaag? Ja, maar vandaag past dat niet, omdat... Al op gangen. Verdekker, Xavier, kon jij nu niet zeggen dat we op reis waren? Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Je weet, als uw ma iets in haar kop heeft, kun je dat daar niet uitkrijgen. Dat is gelijk... Gelijk wie? Gelijk alle koppige madame. Zeg, heel mijn dag om zeep, hè? Oh, wat ze gaan weer spel komen maken, hè? Ja, uw familie kunt je niet kiezen. Ja, maar ik laat mij niet doen deze keer, hè. Ik ken haar trucjes. Je hebt groot gelijk, Sjoeke. Met haar vulgair kleren en haar portokes. En dan maar stoeven hoe sexy ze wel is. Oh, zo gênant. Oh. Al goed dat jij zo niet bent. Oh, je weet het toch. Oh, la, wat schoon stranden. Wat schoon daar vinnetjes. Dat is toch geen enkel zo ferm als mijn roskenne. Oh, madame Carmen, daar zouden wij ons nog wel eens amuseren. Hè, zeg. Ik heb mijn vieuken in de hand en dan mijn sombrero op mijn kop. En dan ga je met je handjes mijn buikje masseren. Oh, man. Oh, wat kan het leven toch schoon zijn. Maar, Kerst, dat is... Het is altijd hetzelfde. Jij vindt altijd een excuus om niet op Billeke te moeten passen. Doortje, ik kan er toch niet aan doen dat Van der Nabele de rode hond heeft. Och, zeg. Kijk, mama, een foto van tante Carmen. Geef dat eens hier, jij versnopneus. Laat Fernand nu schelden op mijn zoon, hè. Ja, zeg. En hoe komt jij eraan, Fernand? Nou, je hebt dat toch niet gepikt van bij Carmen thuis? Maar belangen nu. Dat is uit Carmen naar haar portefeuille gevallen. Trouwens, ik was van plan om me daar terug te brengen. Fernand, vergeet Carmen. Ze is en blijft getrouwd met Xavier. Vergeet Carmen, vergeet Ike. Allee, zeg. Ja. Maar af, jij denkt nu toch niet dat ik daaraan geïnteresseerd ben. Zeg, hela, zotteke. Ja. Zal ik ze dan gaan teruggeven? Nee. Ik zal ik je dat wel doen. Ja, en tot vanavond, ja, hè. Kom, ja. Wij zijn ook weg. Wacht eens. Jij moet mij nog vergoeden. Hoe vergoeden? Ah, wel, voor de schade toegebracht hier aan de lampken hier, zei, daar is een klein stukje en dat heeft uw kleine gedaan. Dat is niet waar, mama. Dat is wel waar, mama. Fernand, elke keer dat we hier door uw toonzaal passeren, vraag jij schadevergoeding. Natuurlijk, omdat dat varkentje van u alle dagen de boel kapot maakt. Voilà, kom, 500 frank alstublieft. Maar wat, Billy heeft niks gedaan. Je moet ophouden met hem vast te beschuldigen, hè, ja, Fernand. Kinderen, niks dan miserie, ja. Wow, en die 2, 3, 4, 5 of 6 zieke kindjes van u dan? Hé, hey, Doortje, maar dat is iets helemaal anders, hè? Ja, die bestaan helemaal niet. Wat, hè? Oh, heb je dat gehoord? Dat gaat dus dwars door mijn hart, hè? Kom, het is goed. Wij gaan direct naar de spoedafdeling van het ziekenhuis en dan zullen we wel zien dat ze bestaan. En wel, dat is goed. Kom, we zijn weg. Ja, wacht eens. Ja, nu heb je toch weer chance dat de kliniek vandaag gesloten is, hè? Gesloten. En ze moet niet denken dat ik ga meedoen met haar spelletjes. En geen druppel porto krijgt ze. We zitten zonder. Ja, Sjoeke. Ach, Carmen, ik heb mijn enig lichtpunt in de duisternis. Wat is er? Kom hier, kom. Oh. En Maken, alles goed? Maken, wat is er gebeurd? Oh, zeg het dan toch. Kieleke, het is verschrikkelijk.
Sorry, maar we zitten zonder. Je geeft ons maar een porto. Ziet jij nu niet dat ze dat nodig heeft? Bui. Dat gaat mijn smaak zetten. Ja. En breng me van eens mee binnen. Ja, maak je. Direct maken. Oeh. Maken. Zeg nu eens eindelijk wat er gebeurd is. Och, kind, het leven, dat heeft geen zin meer. Ik kan even goed een molensteen rond mijn been binden en in zee springen. Rond uw been? Nee, nee, rond uw nek. Anders kun je niet springen. Zie nu wat ik gedaan heb. Probeer toch alleen maar te helpen. Pa, die heeft mij buiten gezweefd. Wat blijft? Ja, en dat vlak voor onze jubilee. Beter laat dan nooit. Je vent, die heeft geen hart. Nee. Waarom heeft hem dat gedaan? Ook zomaar. We zaten in het café en er was een feestje. En het was de kuskusdans. En ik geef de staf een kus. En hopla. De Jules die gooit naar buiten. Molle, gewoon omdat je iemand één kusje hebt gegeven. Oh. Je waren er wel twee of drie. Maken. Ja, maar ik kon dat niet aan doen, hè. Want de stap die je zei, dat zijn vrouw beter kust dan ik. En dat kon ik niet laten passeren. En dus heb ik hem bewezen dat hij zich vergiste. En dan kon die pa van u, die jaloeze boek, niet verdragen aan de huurlingen. Maken toch, hoe moet ik nu met u aanvangen? Aanvangen? Hij moet mij opvangen. Van hem nu blijf ik hier wonen. Oh, nee, hè. Wat lief? Ja, wat lief? Oh, nee, hè, want we zitten al zo krap. En we hebben maar één slaapkamer. Oh, maar dat is geen probleem, Xavierke. Hé, ik slaap ik wel bij mijn Carmenneke en jij slaapt hier op de sofa. Oh, maar dan is het geen probleem. Allee, Maak, je bent natuurlijk altijd welkom, hè, maar hoe lang denk je dat je hier gaat blijven? Boh. Voor altijd. Oh. Hallo. Hey. Ah, Doortje. Aha, en hier, de grote Billy. Hey. Huh? Moet jij niet naar school? Nee, het is pedagogische studie. Daar kun jij niet even op hem passen. Hè? Ja, Doortje, ik heb geen tijd eigenlijk. Oh, zeg, mag Mark dat niet doen? Het wordt tijd dat hem toont wat hij waard is als papa. Hé, schatje? Hoogtijd. Nee, weet je, het is niet waar, hè. Oh, wat een schande. En je bent ineens nog niet getrouwd. Maar, zeg, ma, ik ben niet zwanger. Nog lang niet. Oh, zorg maar eerst dat je getrouwd geraakt, hè. Ma, dat zal nog niet voor morgen zijn, hè. Zeg, Mark, ik kan dan op u rekenen. Mark, die gaat heel goed op Billy passen. Hé, schatje? Ja, ja. Allee, zeg. Braaf zijn, hè, Bieleke. Ja, mama, doe dat niet. Ja, vies, hè. Bieke doet dat bij mij ook altijd. Allee, Doortje, ik loop een eindje met je mee. Ja, dag, hè. Mark, voorzichtig zijn, hè. Ja, ja. Allee, tof. Dan ben ik vandaag uw papa. Cool. Zeg, papa, zorg maar dat er geen ongelukken gebeuren, hè. Jij bent verantwoordelijk voor Billieke. Ma, ik ben geen klein kind meer, hè. Oh, welke idioot heeft die wasmand hier gezet? Ik, hè? Omdat je niet zou vergeten mijn kleren te strijken. Maken? Ik heb daar toch geen tijd voor. Ik moet nog al uw boodschappen doen. Kan Xavier dat niet doen? Nee, die is gaan klappen. Met onze pa. Die wil ik nooit meer zien. Hakke, zijn u toch eens serieus? Je bent toch veel te oud om te scheiden, hè? Je moet die ruzie uitklappen. Alle twee. Hij kan de boom in. Vindt wel een betere vent. Zie maar eens wat er hier allemaal in staat. Veel schoner dan Jules. Of uw Xavier. Ja, mijn Xavier heeft andere capaciteiten. Ja, die ken ik. Mijn enige dochter getrouwd met een mislukkeling. Wow. Mijn Xavier is geen mislukkeling. Ah, goedemorgen, madame Carmen. Fernand, ik heb nu geen tijd voor uw zeven bollendag. Ja, maar ik wil u dat foto komen terugbrengen. Welk foto? Ah, wel, dat foto. Oh, dat is spijtig. Nu ben ik dat toch wel vergeten, zeker. Maar alleen, nu dat ik hier toch ben, ik wil goestig in een druppelje. Carmenneke, stelt mij eens voor, kind.
Kapmaker, dat is Fernand Kostermans, antiquaire. Fernand, dat is mijn moeder. Ja, aangenaam, madame. Zeg maar aan yes, Fernand. Oh, maar nu zie ik van wie Carmen haar schoonheid heeft geërfd. Charmeur. Zeg, Carmen, dat is nu eens een sympathieke man, ze. Ja, doe jij er dan een klapje mee, hè? Ondertussen ga ik je boodschappetjes doen, hè? Fernand, ja. Salut. Ik ben er dan ook maar mee weg, hè. Jij gaat me toch niet achterlaten? Helemaal alleen, een arme, eenzame vrouw. Nee, zit maar... Zit, ja, mijn zaak, hè. Ah, jij hebt een eigen zaak. Dat is nogal iets wat anders dan Xavier. Xavier, ja. Nee. Ik mag wel zeggen dat ik een succesvol zakenman ben. En wel, hè. Jij bent het soort man dat ons Carmen had moeten trouwen. Absoluut, absoluut. En ik ben blij dat jij daar zo over denkt. Maar zit je... Carmen, die zie mij niet staan, hè. Man. Weet je, Fernand, ik heb heel veel invloed op mijn dochter. Als jij nu bewijst dat jij de ideale schoonzoon zou kunnen zijn, hè, dan doe ik voor u een goed woordeke. Oh, madame, yes, maar dat zou fantastisch zijn. Maar dan moet ik wel absoluut zeker zijn, hè? Want ik zou niet willen dat mijn Carmenneke een tweede keer in haar ongeluk loopt. Dat zou nooit gebeuren, hè? Ja. Nee, maar zeg wat ik moet doen om u te overtuigen. Wel, je kunt beginnen met... Ja? Met de strijk te doen en de rest, dat zien we dan later wel. Jammer, eerst de strijk doen. Dat vind... Het is toch niet te veel gevraagd, zeker? Nee. Ik doe dat zelfs heel graag. Dat is lief. Dan ga ik ondertussen een keer rondkijken wat voor schoon mansvolk er hier in de streek te rapen valt. Alsjeblieft, schoonzoneke. Dat je Fernand gaat u weer laten doen, hè. Maar af. Het is misschien voor een goede zaak, hè. Oei, madame Carmen, maar dat krijg ik niet platgestreken, hè. Geef je over, wil het toe. Nooit! Ik stuur je naar de eeuwige jachtvelden. Het is aan mij. Billy de Kid mist nooit. Hé, hey, Mel, dat telt niet. Allee, wat is dat? Billy, eitjes. Zeg je, wat is hier gebeurd? Mijn living. Ja, maar wij mochten niet naar de tv kijken, hè. Oeh, dat breekt het kot maar helemaal af. En het is heel het mocht. Oh, zo, binnen toe. Oh. Oeh, mocht dat niet? Wel, Winnetoe, als jij hier binnen de 5 minuten niet buiten bent, hè, dan scalpeer ik u. Tof, ons ma speelt mee. Oh, ik kan nog... Oh, zit dan. Kom op de boot. Ik ben op mijn merk. Ja. Jij hebt Carmen ook niet gezien. Ze moest al 2 uur aan het kuisen zijn. Mijn kont ligt erbij gelijk een slagveld. Heb je weer niet kunnen inhouden? Hm? Jaloerse tik. Madame, voor mij een port ook. Oh, dat zou goed de moeder van Carmen kunnen zijn. Oh, ik dacht dat. En wie zeide jij? Bronstig een beer? Excuseer, madame, ik ben Balthazar Boma, PDG. Van de Boma Vleesindustrie NV. Boma, maar dan zeide jij de werkgever van mijn dochter Carmen. Ik ben aan Jes aangenaam. Ah. Bent u de moeder van Carmen? Ja, dat had ik niet gedacht. Hè? Totaal niet. Zeg, Balthazar, die verhalen die mijn dochter Carmen vertelt over uw amoureuze avonturen, zijn die waar? Madame, je weet dat je dochter niet altijd moet geloven. Hè? Ik moet dringend weg, hoor. Als je Carmen ziet, zeg dat ze direct moet komen kuisen. Hè? Ja, maar Carmen is boodschappetjes gaan doen. Ja, maar ik heb een belangrijke meeting. Oh, maar dat kan ik niet zo laten gaan. Hè? Weet je wat? Ik zal bij u komen kuisen om het goed te maken. Maar allee, Balthazar, zo schoon voorstel. Maar dat alleen om te kuisen, hè? Want... Natuurlijk. Allez, bon. Merci d'avance. Plus een beer.
Nee, Carmencita, vrouw van liefde en avonturen. Jij danst voor mij de passe doble, bracht menig... Oh, madame Carmen, kom binnen, ga zitten, doe maar dat je thuis bent. Nou, wat doe je hier? Buiten al mijn bier op drinken. Een beetje helpen in het huishouden, hè? Dat is plezierig voor uw moeder. Zeg, is dat een toffe vrouw? Oh. Dat kan mij niet schelen. Hey, wat doe jij met mijn negligé? We strijken. Ja, maar dat ijzer staat erop. Wat? Oei. Stuk ongeluk. Dat ga je kunnen betalen, hè? Ja, maar madame Carmen... Buiten, zeg. Ja, maar nou... Doet al eens iemand een plezier, zeg. Hier, waar? Wat doe jij met mijn BH? Waar? Oei. Wie heeft dat in mijn broekzak gestoken? Dat is een vuile profiteur. Hier, zeg. Hier. Voilà. Hier is het. Schoon huis. Schone jongen. Ah, dag, madame. Meneer Boma, is dat uw Boma? Hé, la snotneus, let op uw woorden, hè. Wat is haar bezig, deze beest? Mijn secretaris, mevrouw Dorothea Van Hoek. Ja, Doortje, dat is de moeder van Carmen. Ah, nu dat je het zegt. Moeder Agnes, ja, begin maar te kuisen, hè. Ja. Lief in mijn hart. Kan ik niet boos zijn op jou? Ik sta toch heel veel in de kou. Dat zal ik nooit niet weer. Madame, zo kan ik mij niet concentreren. Hè. Ja, kindje, luister. Als ik werk, dan zing ik. En als je het niet kunt horen, dan stik er maar saucissen in je oren. Oh, meneer Boma! Berg een beetje, hoor. Uw nieuwe kuisvrouw die belet mij van te werken en ze beledigt mij. Juist, dat is niet sympathiek, hè. Ja, misschien was dat kuisje toch geen goed gedacht bij gedacht, hè. Jij gooit mij buiten? Ja, maar op uw leeftijd. Je moet het toch niet te veel meer forceren, hè. Niemand ziet mij graag. Nee, maar jawel. Nee. Eerst gooit mijn vent mij buiten en nu wilde jij mij ook niet meer. Allee, God, don't cry, hè. Maar natuurlijk wil ik u nog. Dat is niet waar. Agnieszke, kom. Die benen, we zien u allemaal graag. Echt waar? Ja, natuurlijk, je bent een bijzoe van een vrouwke. Allee, kom, ze veeg die truitjes af, hè. Weet je wat? Je mag blijven, maar je kunt misschien eerst de boven doen, hè. Ja? Komt jij eens even zo ook? Ja, weer gewonnen. Plezantsen, hè? Weer al. Kijk het niet tegen je verlies. Toch wel? Of niet? Maar jawel, en het is aan mij. Kom. Ja, gewonnen! Nee, jong. Het eerst tegen dat steentje daar botst. Ja, en dan? Dat mag niet. En geef die knikker terug. Dat mag wel. Ik heb wel gewonnen. Niet eens. Wel eens. Niet eens. En geef die knikker terug of ik zeg het tegen mama. Weet je wat jij zei, jong? Een valspeler. En jij een flauwrik. Ah, wel, hè. Als het zo zit, trek dan uw plan. Ik speel niet meer met u. Maar alleen, Gilles. Oh nee, deze keer is het te ver gegaan. Ik heb altijd gepijst dat ze mij bedroog toen ik nog de lange omvaart deed. Maar nu, onder mijn ogen, dat vergeef ik haar nooit. Maar, Jules, dat zegt jij mij al van zo lang dat ik u ken. Oh, wel, deze keer meen ik het met u. Ah, Xavier, een nieuwe vriend meegebracht? Nee, Pascalke, dat is mijn schoonvader. Ah, aangenaam. Ik ben Pascal de bakker. Ik ben de beste vriendin van uw dochter. En wat drink je van mij? Een vodka, alstublieft. Ah. Voor mij mocht je voor één keer... Ja, een dagschotel. Hoe kan ik het weten, Xavier? Jules, er is niks gebeurd. Gewoon Agnes die Agnes was. Jij noemt dat gewoon. Staan kussen met haar raad lief. Alsjeblieft, meneer Jules. Wilt je de boel niet afbreken? Waarom niet?
Je bedriegt met mij elke vent die passeert. Maar jij beeldt u dat in, hein, Jules? Ze heeft nooit een ander gehad dan jij. Omdat die anderen goed wisten wat er zou gebeuren als ik ze te stikken had. Dat zie je het, Jules! Meneer Jules! Ja, excuseer de Pascal. Kom, Jules, ga mee naar huis. Dan kunnen we dat uitpraten met Carmen en Agnes. Agnes? Zoekt je Agnes? Ah, die is met Boma meegegaan. Ik ook niet met Boma. Boma? Wie is dat Boma? Dat is niemand. Drink rustig uw vodka leeg hier. Ik zal ze rap gaan halen. Niks van. Ik ga mee. En als die Boma ooit maar ene vinger naar mijn Agnes heeft uitgestoken, dan slaks! Voor de rest van zijn leven werk onbekwaam op een heel klein plaatsje. Amai, dan zal de poesiekat rap failliet zijn. Mark, waar is Billy? Ik weet het niet. Hoe, je weet dat niet? Het kan me niet schelen ook niet. Die valsspeler. Is de kust veilig? Ja, ze is boven de badkamer aan het doen. De mens is al niet meer gerust in zijn eigen huis. Allee, meneer Boma, dat is ook de eerste keer dat ik u van een vrouw zie weglopen. Ja, als een oude schuur in brand vliegt. Ik ga een kostuum aantrekken voor de meeting. Ja. Hallo, Boma Vleesindustrie NV. Ah, Pascal. Zeg, hoe is het met Billieke? Wat? Vermist? Welke? Ik kom direct. Ah, Doortje, is Agnes hier? Boven. En Boma? Ook. Maar dat is toch verschrikkelijk dat zoiets kan gebeuren. Dat kan toch niet? Die Boma gaat zo biet sopraan kunnen zingen. Wat doe jij hier? Ik was een beetje aan het rusten, maar nu dat jij hier bent, kunnen we plezanter dingen doen. Blijf van mij. Je moet niet zo verlegen zijn. Blijf. Ik ben een echte vulkaan. Ga dan elders anders exploseren. Godverdomme, dat wil ik u! Jules! Agnes! Jules! Wat doet jij hier? Oh, merci, Copain. Je hebt met mijn leven gered. Jij moet met je poten voor mijn vrouw blijven, hè? Jules, Jules, niet doen, niet doen! Zal u leren om er als vrouwen te pakken? Allee, straks de biet gaat die papa hier gaat in mijn water ben steken, hè? Jules, jij jaloers een pop. Er is niks gebeurd. Oh, nee? Wat heb ik dat met mijn eigen ogen gezien? Maar ik was Balthazar maar aan het plagen. Je denkt toch niet dat ik met zo iemand ga foefelen, hè, zeg? Nee, wat mankeert er aan mijn vrouw misschien? Niks, meneer. Dus een pot met dammeke, hè. Dus toch! Jules, jij bent een echte bullenbak en ik wil u nooit meer zien. Agnes! Agnes! Jules! Agnes, kom terug! Agnes! Jules! Meneer Boma, excuus voor de overlast. Overlast? Die twee zijn goed voor zot uit mijn gedacht. Mijn water, mijn... Misschien is Billieke wel dood. Maar nee, Doortje. Hey, we zullen hem wel vinden. Ja, ik had het moeten weten. Het is allemaal Mark's schuld. Mijn schuld? Ja. Zijn schuld, ja. Hij heeft vals gespeeld, hè. Oh, en? Allee. Nee, niet te vinden. En ik heb alles afgezocht. Bravo, hè, Mark. Ja, ik heb dat niet expres gedaan, hè. Mark, jij bent verantwoordelijk, hè. Ja. Billy is nog maar een kind. En ik niet zeker. Mark, je kunt zorgen dat je Billy terugvindt. Ik? Ja, jij. En rap. Ha. Ja, ik denk dat Mark toch nog niet klaar is om papa te worden. Godzijdank. Zijt je niet beschaamd na zoveel jaren huwelijk nog zo ruzie maken? Wie is er begonnen? Ah, wel ja, wie is er begonnen? Ja, als je zo gaat beginnen... Dan... Zwijg, Carmen.
Mijn suikerboontje. Als ik uw ma nog maar naar een andere vent zien kijken, dan begint mijn bloed te koken, te juu! Jij zou blij moeten zijn dat jij een vrouw hebt die nog zoveel aantrek heeft. Ik denk, hè... Dat... Zwijg, Kermen! Als jij zou beginnen met naar mij te luisteren... Ik, hè? Ja! Wie loopt er hier achter alle venten? Ik denk dat je... Zwijg, Kermen! Als er hier iemand moet luisteren, dan is het uw moeder. God, het is weer zover. Ik heb het weer gedaan, het is weer allemaal mijn schuld. Waarom ben ik toch ooit met u getrouwd? Maar ik denk eens... Zwijg, Kermen! En u luistert nu eens allemaal naar mij. Ik denk dat je elkaar heel graag ziet. Waarom zijn anders zo lang samengebleven? Maar het probleem is dat je altijd opwint over dingen van niks. En dat kan zo niet blijven duren. Dat is gelijk bij mij en Carmen. Wij maken ook al eens ruzie en zo. Ze werkt ook al eens een keer op mijn zenuwen, maar ik zie haar graag. En dat is het enige dat telt. Ja, dat mag je nooit vergeten. Voilà. Dat was het. Allee, begin maar terug te schelden. Xavier. Jij bent het beste ventje van heel de wereld. Xavier heeft gelijk. Ik kan u niet missen. Ik u ook niet. Agnes. Jules. Kom, Carmen. We gaan ze even alleen laten. Ja. Sjoeke, je gaat toch niet terug naar het café, hè? Nee, Sjoeke, naar de slaapkamer. Oh. Dat wordt de schoonste jubilee van heel mijn leven. Voor mij ook, tutsu. Laat ons vanavond maar al eens goed feesten. Ja. Hè? Akkoord, akkoord. Dat hebben de kinderen wel verdiend. Ja. Maar nu moet ik toch eerst eventjes mijn neus gaan poederen. Ja. Allee. Niet weglopen, hè. Jules. Schatteke. Koekoek. Koekoek. Goeiedag, meneer. Weet u soms waar dat madame Agnes is, alsjeblieft? Waarom? Ja, ik zou haar willen uitnodigen voor een etentje, zo gezellig, met ons tweeën. Maar pas op, ze weet het nog niet, hè. Ik hoop dat ik haar daar een plezier mee doe, want veel plezier is standaardwaard, ziet je. Dus jij wilt zeggen dat jij met Agnes wilt... Nee. Maar, jongen, als je de dochter wilt winnen, dan moet je toch met de moeder beginnen, hè. Ja. Wat scheelt het? Roep de politie, rap. Gij bedriegt mij toch. En dan nog met zoiets. Maar nee, ja, dat is maar Fernand. Aangenoemd al met de voornaam. Zeg, wat is er nu weer? Uw ma bedriegt mij. Met je aangespoelde walrus. Mijn Carmen, dat is niet waar. Uw ma wou mij helpen om uw hart te winnen. Maar is dat waar? Maar nee, maar daarmee was de strijk gedaan. Oh. Is dat hier het geld om op restaurant te gaan? Wel, het is te zeggen... Mannekes, Fernand trakteert ons vanavond. Dat kan niet, dat gaat niet, want mijn twee arme zieke kindjes... Die zijn zelfs wees als jij niet binnen de 5 seconden hier buiten bent. Oh, binnen, ziek, manjakke! Maar ze zijn nu toch al zo lang weg. We moeten de politie bellen. Mark, die zal hem wel vinden. Willeke! Mark, eindelijk zeg. Ja, waar heb je hem gevonden? Aan de vijver. Hij was de weg kwijt.